Welkom op Kvarkenoord. Dit keer eventjes heel wat anders. Lekker het voetbal ingaan. Ik heb afgesproken met Sabrine Elouzi. Tunesisch International heeft meegedaan aan de Afrika Cup in de zomer. En heeft mede daardoor haar contract te danken hier bij deze mooie voetbalclub Feyenoord. Dus we hebben met haar afgesproken. Ze is boven op ons aan het wachten. Dus laten we naar boven gaan. Hey. Hoi. Zijn welkom. We ja. Dankjewel. We gaan daar zitten. Dus, let's go. Kom mee. Wat een accommodatie, zeg hier. Ja, mooi hè? Ja, zeker. Ja, echt niet prachtig normaal. Hier. Yes, we zitten hier met Sabrine Elouzi op Kvarkenoord. Hoe is het? Ja, goed. Ja, ja ik ben nu voor mijn derde, vierde week hier. En ik heb het erg naar mijn zin, dus ja. Ik heb het complex gezien, echt wat een waanzinnig complex is dit. Het lijkt me ook echt, het moet een feest zijn om hier te trainen, wedstrijden te mogen spelen. Ja, het is, ik bedoel, ja, als je hier binnenkomt natuurlijk, dan is het echt al ja, een accommodatie waar iedere supporter denk ik van droomt. En dat ik hier iedere dag mag werken en trainen met mijn team en de staf, dat ja, is echt geweldig. Ja, je zit hier nu, zeg je, enkele weken. Het seizoen is eigenlijk ook pas begonnen. Je hebt hier voor een jaartje bij Excelsior gezeten. Ja. Hoe is het zo snel gegaan? Ja, uiteindelijk de keuze gemaakt om mijn club FC Twente te verlaten. Na 11 jaar. Om uiteindelijk toch weer te gaan spelen. Ik speelde weinig op het eind bij Twente. Om uiteindelijk gewoon te kiezen voor mijn eigen ontwikkeling. En nou goed, Excelsior heeft mij het podium gegeven om inderdaad mezelf te kunnen ontwikkelen. En, dat resulteerde uiteindelijk in een mooie overstap naar deze club. Ja, echt een fantastische stap. Je bent Feyenoord. Wat is het grootste verschil wat je bent tegengekomen ten opzichte van je voormalige club Excelsior? Wat zijn de dingen waar je van denkt, van, oh, dit is, je merkt gelijk dat dit anders geregeld is dan bij Excelsior? Ja, goed. Wat voorop staat is natuurlijk de faciliteiten die we hier hebben. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel anders bij Excelsior. En daarbij merk je meteen ook wel dat het een grote club is. Dat Feyenoord in nou, Rotterdam natuurlijk een enorm grote club is. En daarbij dat het gewoon een stuk professioneler is hier. Dus, ja. Ja, en voetbaltechnisch, hoe heb je je daarop aangepast? Ik bedoel, je komt van Excelsior en je maakt natuurlijk de stap naar Feyenoord omdat je die stap omhoog wil maken. Die heb je nu gelukkig gemaakt, maar het moet nu gaan beginnen. Maar je hebt al een paar keer getraind. Heb je al dingen gemerkt waar je van denkt, wow, ja, je merkt aan dit of aan dat, dat het wel wat hoger is? Ja. Ja, natuurlijk, intensiteit ligt natuurlijk een stukje hoger dan voorheen. En nou ja, goed, ik heb natuurlijk zelf nodige ervaring inmiddels ook wel. Dus ik had even de tijd nodig om te wennen. Maar ik merk dat ik steeds meer mezelf word. En nou ja, dat ik langzaam klaar ben aan het worden om het team te gaan helpen. Om te knallen. Ja. Ja, want je bent de nummer 10, hè? Ja. Je bent de nummer 10 van het elftal. Oftewel een nummer die iedereen wil hebben. Maar jij krijgt hem. Toont eigenlijk ook aan dat Feyenoord gewoon heel veel vertrouwen in jou heeft. Ja, nee, zeker. Zeker veel vertrouwen in mij. En als ook uitgesproken, moet ik wel eerlijk zeggen dat het nummer gewoon vrij was. Dat ik dat gewoon kon kiezen. Ja, dan nog, dan dus, is het misschien wel echt nog voor de mensen die. Dan is het echt nog misschien wel. Dan wordt het een nummer waar iedereen nog meer wil hebben. Als nee, vrij dat is. Zeker. Ja, nee, dat klopt. Het was vrij. En uiteindelijk vind ik een nummer niet bepalend. Vind ik een nummer niet bepalend. Maar het is natuurlijk altijd wel leuk, als, vind ik persoonlijk als aanvaller, natuurlijk dat je de nummer 9 of 10 draagt. Dus ja, dat is natuurlijk wel, ja, daar ben ik natuurlijk wel blij mee. Ja. 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 Wat verwacht je te leren hier in Feyenoord? Ja, om mezelf weer door te ontwikkelen, om weer een vaste waarde te gaan worden, hopelijk in het team. Ja. Uiteindelijk weer belangrijk te worden met nog meer goals en assists. En om mezelf weer door te ontwikkelen en wie weet nog weer een stap te maken. Stap naar het buitenland. Wie weet, ja, wie weet. Ik heb wel die ambitie, maar goed, ik wil eerst hier gewoon slagen voordat ik een stap maak. En die stap moet wel bij mij passen. En daar moet ik me ook goed bij voelen. Ik zou nooit gaan om het gaan. En als ik het hier naar mijn zin heb, dan hoef ik zeker niet te gaan. Ja. Nee. Jij hebt natuurlijk in 2015 ben je begonnen bij FC Twente, als ik het goed heb. Ja. Dus eigenlijk zijn we 7 jaar verder, dus bijna een decennia al, dat je eigenlijk op het hoogste niveau voetbalt. Ben je vanaf kleins af aan ook al iemand geweest die echt bij zichzelf steenvast dacht van ik wil profvoetbalster worden? Ja, ik kwam in 2000,
10 bij de jeugdopleiding van FC Twente natuurlijk, als heel klein meisje met één droom om profvoetballer te worden. Alleen dan ben je natuurlijk nog zo jong dat je niet per se weet waar je iets voor doet. Alleen hoe hoger je in de opleiding komt, hoe dichter bij je droom komt natuurlijk. Ja. En nou ja, ik had een poster van mijn ex-teamgenoten, zeg maar. Dus ja. Dat geeft natuurlijk wel aan dat je, dat je daar heel erg mee bezig bent. En uiteindelijk dat je het eerste van FC Twente mag halen, is natuurlijk gewoon een droom als je vanuit de opleiding doorstroomt. Laat staan als je uiteindelijk bij Feyenoord opnieuw jezelf mag gaan ontwikkelen. Absoluut, ja. Yes. Even iets anders. In de zomer hebben we natuurlijk de Afrika Cup gehad. Ja. Daar heb je ook aan meegedaan. Klopt. En achter jou heb je een leuk shirt. Ja. Kunnen wij die even zien? Dit is het shirt wat ik heb gedragen tijdens gedurende het toernooi. Ik zal hem even zo... Ja, is geen probleem. Gaat wel lukken. Hier heb ik ook 2 keer in gescoord in de openingswedstrijd tegen Togo. Dus voor mij is dit wel een dierbare herinnering, zeg maar, die ik mee heb genomen. Ja, de kijkers die dachten waarschijnlijk van we gaan hem krijgen. Nee, helaas, deze houd ik van mezelf. Die dacht het wordt ondertekend en dan krijgen we gewoon dat shirt. Ja. Nee, dit shirt heeft emotionele waarde voor jou. Ja. Het is een shirt waar je natuurlijk gewoon in hebt mogen schitteren. Natuurlijk niet de finale gehad, wat natuurlijk jammer is, maar je hebt natuurlijk iets ervaren. Kun je daar misschien iets meer over vertellen, over jouw ervaringen rond deze Afrika Cup serie? Ja, het was voor mij een droom om een eindtoernooi te spelen natuurlijk als sporter. Dus dat ik uiteindelijk daadwerkelijk op zo'n groot podium mag spelen is natuurlijk gewoon echt fantastisch. En dat je dan in de openingswedstrijd 2 keer mag scoren, 4-1 winnen, dat is gewoon iets wat ik nooit meer ga vergeten. En uiteindelijk is het hele toernooi natuurlijk iets wat ik nooit meer ga vergeten. Dat is... dat is iets heel bijzonders en dat maken maar weinig sporters mee. En dat brengt je zoveel ervaring, maar niet alleen als voetballer, maar zeker ook als mens. En ik zou nooit willen inruilen voor iets. Nee. Ik vind het hartstikke leuk om in ieder geval met jou gesproken te kunnen hebben over jouw overstap naar Feyenoord. Maar wat kunnen wij nu nog van jou verwachten dit seizoen? Wat kun je ons beloven? Wat kun je de fans die naar jou kijken beloven? Jouw kijkers, jouw volgers? Ja, beloof vind ik een moeilijke uitspraak, maar ik ga natuurlijk alles aan doen. Kunnen we verwachten? Ik ga alles aan doen om mijn team te helpen dit seizoen. Om wat ik al eerder vertelde, belangrijk te zijn door middel van goals en assists als spits zijnde natuurlijk. En ik hoop dat we het als team uiteindelijk ook heel goed gaan doen. Ja, wat voor spits ben je eigenlijk? Ben je een spits die in principe het moet hebben van voorzetten van de zijkant? Ben je onafhankelijk en kan je zelf ook een actie maken? Wat voor spits ben jij precies? Ja, ik ben een balvaste spits, maar die ook wel in de diepte de bal wil hebben. En ik ben gewoon een goaltjesdief, dus in de 16 ben ik wel scherp, zeg maar. En ik ben natuurlijk niet de langste, dus voorzetten in de lucht, dat wordt een beetje lastig. Maar goed, tegen Togo wel 2 keer met hoofd gescoord, dus ja, dat is natuurlijk ook wel weer leuk. Ja. Er gebeurt niet veel. Balvaste spits, technische spits dat een beetje. Niet een beetje. Ja. Ik ga jou gewoon heel veel succes wensen. Het seizoen is nog vroeg, dus ik hou je zeker weten in de gaten. Ja. Ik hoop toch een keertje hier mee te kunnen kijken in een wedstrijd van jou. Lijkt me leuk om het een keertje te zien. Ja, je bent welkom. Dankjewel. En dan spreken we elkaar weer, hè? Yes? Zeker. Helemaal goed. Zeker. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Yes, dit was de video met Sabrine Elouzi. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij een goed seizoen gaat draaien bij deze mooie club. Zeg ik als Amsterdammer. Ik vind het ook daadwerkelijk echt een mooie club. De accommodatie is geweldig. In ieder geval, vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Ik probeer de 1000 abonnees te halen en dat kan alleen met jullie hulp. Dus alsjeblieft, abonneer op dit kanaal, like deze video, laat een reactie achter en dan zie ik jullie de volgende keer. Dankjewel, ciao ciao!